Al tijdenlang kabbelt de rivier de Vecht gemoedelijk door het centrum van Hardenberg. Soms als vijand, wanneer de rivier te weinig ruimte heeft en het water bijna de stad instroomt, maar meestal als vriend. De gemeente Hardenberg en waterschap Veld en Vecht hebben bij het project Vechtpark Hardenberg de handen ineengeslagen en werken intensief samen om een gebied te creëren dat ruimte biedt voor water, beleving en natuur. Deze ontwikkeling wordt mede mogelijk gemaakt door het provinciale programma Ruimte voor de Vecht en Investeren in Overijssel. Het totale gebied is zo'n 180 hectare groot en ligt globaal tussen de hoek van de woonwijk Baalder aan de noordkant en de Asjeskampbrug aan de zuidkant. Waterveiligheid is een belangrijk onderdeel van het Vechtpark. Water krijgt in het Vechtpark letterlijk de ruimte. Het winterbed van de Vecht wordt op diverse plekken vergroot, meanders worden aangelegd en dijken verder verstevigd. In totaal wordt in het Vechtpark ruim 500.000 kubieke meter extra ruimte voor waterberging gemaakt. Om de groene en waterrijke omgeving optimaal te kunnen beleven, worden in het Vechtpark fiets- en wandelpaden aangelegd. Maar er worden ook struingebieden, ommetjes en uitzichtpunten gerealiseerd. Ook kunst in de openbare ruimte draagt bij aan een uniek en aantrekkelijk vechtpark. Doordat water de ruimte krijgt, krijgt ook natuur in het vechtpark meer kansen. Een goede waterkwaliteit zorgt voor een grote verscheidenheid aan planten en dieren in en langs het water. In het voorjaar van 2009 heeft de haven in het centrum van Hardenberg als eerste onderdeel van het Vechtpark Hardenberg een metamorfose ondergaan. De haven ligt in de binnenbocht van de Vecht. Kano's of bootjes kunnen aanmeren aan de nieuw aangelegde drijvende steiger. Vanuit de boot of kano stap je rechtstreeks het centrum van Hardenberg in. Vanaf de stenen trap heb je een prachtig uitzicht over het water en het Vechtpark. Dankzij de nieuw ingerichte haven wordt de Vecht nog meer bij de stad Hardenberg betrokken. In 2011 is bij de haven het kunstwerk Poortlijn onthuld. Het zeegroene kunstwerk bestaat uit een informatietafel, een aantal bankjes en een poort. Op de informatietafel staan allerlei gegevens over de geschiedenis en ontwikkeling van de Vecht en het Vechtgebied. Wanneer je vanuit de haven door de poort de stad inloopt, staat er Hardenberg. Terwijl je het woord Vechtpark leest, wanneer je vanuit de stad de haven inloopt. Het kunstwerk symboliseert de versterkte verbinding tussen de stad en de rivier. Het verbetert de beleving van de Vecht vanuit Hardenberg en de stad is nu ook vanaf de rivier te beleven. Voor mensen die met hun bootje over de Vecht aankomen varen, is er nu de halte Hardenberg. Het gebied rond de monding van de Oude Raderwijkerbeek aan de noordkant van Hardenberg tussen het Kruisebrinkpark en de Vecht heeft in 2011 een flinke gedaanteverwisseling ondergaan. Is ruim 6 hectare groot en heeft meer ruimte voor water en natuur gekregen. Met de herinrichting is de loop van de Oude Raderwijkerbeek verlegd zodat het beekwater via de nieuwe loop goed kan worden afgevoerd naar de Vecht. De nieuwe loop begint bij gemaal Baalder en eindigt in de Vecht. De dijk langs het naastgelegen Kruisebrinkpark is verstevigd. Het winterbed is gemiddeld een halve meter verlaagd. Ook zijn er diverse nevengeulen gegraven. Al met al is in het gebied 30.000 kubieke meter extra bergruimte voor water ontstaan. Door deze maatregelen is in het gebied meer natte natuur ontstaan. Door de overgangen tussen diepere geulen, ondiepe watergedeeltes en vochtige tot bijna droge terreinen zie je in het gebied open water, maar ook moeras, grasland en moerasbos. Vanaf de bestaande dijk is het gebied goed te beleven. Hier is deels een wandelpromenade aangelegd die aansluit op de wandelpromenade die richting het centrum van Hardenberg loopt.
Vlakbij de dijk ligt nu een onverhard struinpad door en langs de verschillende natuurgedeelten. Via stapstenen kun je een van de nieuwe nevengeulen oversteken. In de meest westelijke punt van het gebied is een uitkijkpunt aangelegd. Vanaf hier heb je een prachtig uitzicht over het Vechtpark. Natuur, beleving en waterveiligheid komen samen in het gebied waar de Molengoot uitmondt in de Vecht. Het gebied rond de monding van de Molengoot is ruim 30 hectare groot en ligt tussen de Twenteweg, de bebouwing van de stad, de Europaweg en de stuw bij de Koppel. Natuurlijk krijgt ook in dit gebied water alle ruimte en is er aandacht voor het vergroten van de waterkwaliteit. Zo zijn de Molengoot en de kering langs de Molengoot in westelijke richting verlegd, richting de Twenteweg. De oevers van de Vecht zijn verflauwd. Het winterbed is vergroot met ruim 6 hectare en op diverse plaatsen verlaagd. Vlak nadat de Vecht onder de Europaweg doorstroomt, is een nevengeul gegraven, die in zuidelijke richting naar zo'n 400 meter uitmondt in de Molengoot. Hierdoor krijgt water in het gebied meer ruimte en ontstaat 150.000 kubieke meter extra ruimte voor waterberging. Het deelgebied Centrum Uiterwaard is het volgende deel van het Vechtpark dat een flinke gezichtsverandering ondergaat. Dit gebied ligt aan de noordwestzijde van de Vecht bij Hardenberg, tussen de Europaweg, de N34 en de Kellerlaan. Net als in de rest van het Vechtpark Hardenberg wordt ook in dit gebied gewerkt aan ruimte voor water, beleving en natuur. In het gebied Centrum Uiterwaard is als doel gesteld dat er 240.000 kubieke meter extra ruimte voor water wordt gecreëerd. Om het gebied optimaal te beleven wordt er een lig- en evenementenweide in het gebied gecreëerd en worden er wandel- en fietspaden aangelegd. Het naastgelegen Heemse Marspark moet een onderdeel worden van het gebied. Ik ben Jannes Jansen, wethouder in Hardenberg. Ik heb onder andere in mijn portefeuille landschap, natuur en water. En die drie dingen komen prachtig samen in ons Vechtpark. Ik ben Jan Bosman, dagelijks bestuurslid bij Waterschap Veld en Vecht. We zijn hier bezig met het project Molengoot, waarbij wij als doel hebben vooral de waterveiligheid te verbeteren en ook de ecologische kwaliteit. Dit doen we samen met de gemeente Hardenberg en juist in die samenwerking met de gemeente Hardenberg kunnen we nog veel meer doelen bereiken. Met name in de beleefbaarheid, dat is echt een verrijking voor de gemeente Hardenberg. Samen kunnen we echt iets heel moois maken. We moeten met de Vecht iets doen omdat de Vecht meer water moet kunnen bergen. Om ervoor te zorgen dat er geen overstromingen komen. En we hebben samen gezegd, en als dat toch moet, laten we er dan iets heel moois van maken. Waar de inwoners van Hardenberg ook heel veel plezier aan kunnen hebben. En waarmee de natuur wordt bevorderd. Beren trots dat je zoiets kunt doen als waterschap. En waarbij je ook nog die geweldige samenwerking hebt met de gemeente. Dat je dat met elkaar tot elkaar komt. Dat geeft me een geweldig gevoel. Ik ben buitengewoon trots dat ik juist in deze tijd mee mag helpen om dit Vechtpark vorm te geven. Want dit gaat echt een lift geven aan Hardenberg. Het helpt gewoon om Hardenberg een goede stad te maken en te houden waar het prachtig wonen is, waar je goed kan werken en waar je ook een prachtig uitloopgebied hebt en waar je kan recreëren langs de Vecht. Met andere woorden, we krijgen echt iets unieks